De pro forma zitting in de zaak van de vermoorde politicus Helmin Wiels vindt vandaag plaats op Curaçao. De vier verdachten van de moord arriveerden vanmorgen onder zware bewaking via een achteringang bij het rechtshof. Het gaat om de mannen Elvis K., Bernie F., Carlos P. en D'Angelo D. Veel belangstellenden stonden vanmorgen voor het rechtsgebouw te wachten om een glimp op te vangen van de zitting. De mensen op Curaçao zijn nieuwsgierig en willen weten wat er binnen gebeurt. Iedereen wil kijken. Daarom, Curaçao is zo nieuwsgierig. Iedereen wacht op deze dag. Of de vier verdachten daadwerkelijk de schuldigen zijn in deze zaak, wordt door vele mensen betwijfeld. Iemand moet toch in de bias zitten voor de staat en voor misschien de verkeerde ook. De zaak wordt vandaag verder niet inhoudelijk behandeld. Dit staat gepland op 21, 22 en 23 mei 2014.